Vandaag ga ik heel iets anders doen. Ik ga vandaag met een random class generator een potje spelen. Dus dit is mijn class op dit moment die jullie niet zien. En ik ga jullie even proberen een goed potje in te zetten. Vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achterlaten. Helpt mij enorm. En we gaan nu een potje zoeken om te kijken wat ik met deze class kan doen. Oké, de map Nuketown voor deze class setup is redelijk oké. Je hebt natuurlijk hiervoor al gezien wat mijn setup is voor deze pot, laat maar zeggen. Holy shit, jij bent even gerekt, hoor. Er zitten geen attachments op mijn Kuda. Shit. Ah, jammer dit. Maar we hebben wel scavenger aanstaan. Dus dat is wel een pluspunt. Dus thanks daarvoor. Nice, double kill. Ik vind dit leuk om te doen. Dus willen jullie het vaker zien? Laat natuurlijk even het achter in de reacties. En wie weet ga ik wel gewoon voor jullie vaker een random class generatortje doen. Waarom ook niet, joh. GG. Kijken of we onze care packs kunnen halen. Misschien wel onze mothership. Kappa. Oh shit. Ik ben de lul. Ah, jammer. Ik zag. Op een gegeven moment zag ik geen van beiden meer. Dus toen was ik fucked. Zo, maar je merkt wel het verschil, jongen. Fuck my life. Met als je wel dan geen fast sensor gebruikt. Fast sensor natuurlijk voordat je sneller inzoomt na het sprinten. En holy shit, ik heb te lang geen stick sensor gebruikt. Ik vind het echt kut geworden. Kut. Wauw. Ja, oké. Ik heb nog een black shell aanstaan. Dus mochten de enemies een streak halen, dan ben ik er om die eruit te knallen. Waarom deed mijn scuffy niet? Jammer dit. Ik heb mijn annihilator in ieder geval binnen. Dus let's go. Kom maar op. 1. Oh shit. 2. 3. En dan komt hij er even zo heel hard uitrushen. Waardoor ik geen kans had om hem natuurlijk raak te schieten. Wat logisch is, maar ja. En een carrytje. Even zo'n UAV. Zo, motherfucker. Keur twee keer. 2 deaths erbij door mij. Teammate! Wat doet hij? Hij staat aan de camp en hij kan hem niet eens killen. Nou, dan ben je wel heel erg fucking slecht, maat. Wow. Dan ben je gewoon een opperita. Echt waar. En hij staat te campen met Shiva. Jordi Zero Nel. Trieste verklaring voor een Nederlander, ben jij, zeg. Maar als je zo kent. Kom op. We moeten eventjes een chillen score neerzetten met dit. Het is niet echt de beste klas. Oh shit. Waarom kan ik... Mijn boost jump was op. Oh mijn god. Jordi, wat sta je te campen, man? Je bent echt een trieste klootzak, jongen. Wauw, man. Als je deze video kijkt, je bent echt een zielenpoot gewoon. Dat je zo erg moet campen om een goede streak daar neer te zetten, jongen. Serieus. Echt zielig ben je. Serieus waar. Campen achter de beretkar met een Shiva. Dan heb je de game wel goed uitgevonden, hoor. GG. Oh mijn god, dan ben je echt gewoon niet helemaal onder. Maar goed. Niet iedereen speelt zoals ik wil dat ik speel. Want ik wil gewoon lekker erin rennen. Die make eruit. Holy shit, met mijn last bullet. Hey Jordi, daar ben je weer, jongen. Ik had je niet gemist, hoor. Oeh shit, oké, ik heb mijn annihilator. Ik heb nog geen enkele streaks gehad, maar wacht. Er zit daar als het goed is eentje boven. Oeh. Oh kut. Wat ben ik aan het doen? Ik ben echt kut aan het spelen gewoon. 23 om 16, ja, het is ook nieuw kan, weet je. Dus, natuurlijk voor de campers is het echt gewoon de beste map die je kan krijgen. Maar, na dingen dan. Woehoe. Na, hoe heet dat? Infection is deze map gewoon het best voor de campers. Klaar, punt uit. Dat is gewoon zo. Damn, Daniel. Waarom halen de enemies halen ook geen streaks, by the way, dus. Het komt op zich wel goed uit.
Oh shit. Oh, wauw, hij gebruikte zijn glitch, daarom had hij mij. Damn. Motherfuckers. Nou maar, nevermind, hij had niet de glitch. Ik dacht dat hij wegglitcht, vandaar dat ik naar de zijkant keek. Fuck mijn lijf, we hebben het potje ook verloren. Oh, wat een kutscore is dit zeg. 28-19 is mijn eindscore. Niet al te best. Vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Laat het ook even in de comments achter als ik dit vaker moet spelen. Wie weet ga ik dat ook voor jullie doen. Maar bedankt voor het kijken naar deze video jongens. En ik zie jullie morgen om 3 uur weer bij een nieuwe video. Doei.